allemaal. We zitten alweer aan het einde van de maand juli, oftewel augustus breekt bijna aan. En Larissa en ik hadden het er net over van jemig, de tijd is voorbij gevlogen. En we hebben echt helemaal niet echt veel leuke dingen gedaan in de afgelopen zomer. En dat is heel erg jammer, want we hadden een hele hoop dingetjes op een lijstje gezet die we echt graag wilden gaan doen deze zomer. En we zijn er tot nu toe nog helemaal niet aan toegekomen. We willen daar dus verandering in brengen en we willen onze lijst met summer goals allemaal gaan afstrepen. Dus minder dromen en meer doen. Als stok achter de deur hebben we dus besloten om er een soort van serie van te maken. Dat we dus echt activiteiten moeten gaan doen. We gaan het gewoon lekker vastleggen en met jullie delen. En op die manier gaan wij het allemaal voor elkaar krijgen. Nog eventjes in het kort. We hebben echt leuke dingen gedaan de afgelopen tijd. Maar toch hebben we het gevoel dat de tijd voorbij is gevlogen en we eigenlijk niet alles eruit hebben gehaald dat erin zit. Daarom hebben wij een lijstje gemaakt met al onze summer goals en deze hebben wij vervolgens in een boekje verwerkt. Als stok achter de deur leggen we alles vast met de camera en hopelijk redden we alles nog voor het einde van de zomer. Vandaag beginnen we aan summer goal nummer 1. Het is vandaag zaterdag 29 juli en we bevinden ons momenteel in Amsterdam. En we zijn hier trouwens omdat al heel erg lang op mijn verlanglijstje of goalslist staat om een flash tattoo te laten zetten. En dat gaan we doen bij een van mijn favoriete salons waar ik ook al een keer ben getatoeëerd. En elke zaterdag hebben zij een walk-in day waarop je gewoon een flash tattoo kan uitkiezen. En dat je die meteen laat zetten diezelfde dag. En dan is het eigenlijk echt een kwestie van kiezen en hem laten zetten. En betalen. Dus, en betalen, ja, ik vind dat wel. Inderdaad, dus dat vind ik gewoon iets spannends. En dat is wel iets wat ik super lang had willen doen. Dus dat is perfect voor deze summer goals lijst. En daarmee gaan we gewoon lekker beginnen. Ja, dus we gaan nu naar binnen en even kijken of er iets tussen zit. Ja, inderdaad. Er is een update. Jongens, we zitten hier al een tijdje, ik denk een denk uurtje. Dat we inmiddels een goed uur verder zijn. En heel veel, ik krijg bijna hoofdpijn van het nadenken. Maar ik heb zojuist gezegd dat ik het ga doen. Ja, dat is echt eventjes lastig en twijfel, help. Maar ik ga doen. We hebben dus net binnen de ontwerpen bekeken. Die kunnen we niet delen, want het is gewoon, mag je niet filmen. Ja, echt alles is mooi, alles is vet. En alle ontwerpen die ik zag waren vooral heel erg groot, die ik wel zou willen. Dus dat wil ik eigenlijk niet op dit moment doen. Dus vandaar dat ik ervoor heb gekozen om nu niks te laten zetten. En Larissa wel. En het ontwerp is echt super vet. Ook in de stijl die ik heel erg mooi vind. Gewoon zwart-wit, dotting. Heel vet. Dus ja, leuk. Heb je er zin in? Ja, ik vind het meteen spannend eigenlijk. Maar ik ben ook wel blij dat ik nu eindelijk die beslissing heb gemaakt. Ja, en dit was al heel lang een dingetje voor jou. Dat je het echt wilde doen. Dus Nou jongens, ik hoor wat lawaai op de achtergrond, ik weet niet of je me hoort. Ik zit in ieder geval al klaar, het gaat zo meteen beginnen. Ik heb heel veel zin in, maar ik ben stiekem wel weer een beetje bang voor de pijn. Maar dit gaat hem worden. Ik wil graag vloggen, maar dat is super moeilijk, want ik kan niet goed erbij. Maar daar is het. Je kan het een klein beetje zien. En volgens mij zijn we al heel ver, toch? Zover zijn we. Ja, ik zeg maar tegen hem dat ik nog zeker weet. Nou, hi iedereen. Ik ben inmiddels helemaal klaar. Ik ben ook helemaal weer schoongemaakt en ingebonden. En ik wil even zeggen dat ik echt ontzettend blij ben met mijn tatoeage. Hij ziet er echt super mooi uit. Tara is ook helemaal enthousiast geworden. Die vond hem echt helemaal prachtig. Die had iets van, ik wil toch de stoel in. Maar ik ben er echt zo ontzettend blij mee. Deze, hij is echt super mooi. Mijn arm is al een beetje opgezwollen, wat je misschien wel een klein beetje kan zien. Maar ja, ik ben echt helemaal in de zevende hemel met deze nieuwe tatoeage. Dus helemaal happy. En ik vind het ook heel erg leuk dat ik vandaag toch nog een tatoeage heb genomen. Omdat dit toch al heel erg lang op mijn bucketlijst stond. Maar ik moet zeggen dat het toch wel iets spannender was om op deze manier een tatoeage te nemen. Maar ik weet zeker dat ik er geen spijt van ga krijgen. Omdat het gewoon echt super gaaf is. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om deze allereerste Summer Goals video op ons kanaal te zien. Geef me vooral een duimpje omhoog en laat eventjes weten wat je van deze Summer Goals vond en wat er op jouw bucketlist staat om te doen deze zomer nog. Of misschien heb je al heel veel leuke dingetjes gedaan. Laat eventjes weten. Vergeet ook zeker niet om je te abonneren op ons kanaal en dan zien we jullie heel snel weer in de volgende video. En er komen ook weer nieuwe Summer Goal video's aan. Dus stay tuned!